Dit is Hatay, een provincie in het zuiden van Turkije. Het is een van de zwaarst getroffen gebieden. De aardbevingen van februari lieten hier diepe sporen na. Tussen al dat puin voetbalt de 13-jarige Kerem. Hij speelt voor het jeugdteam van Hatayspor, een Turkse profclub. İşte şimdi geldik. Eskisinden daha çok hırslıyız. Dit is het uitzicht van Kerem en zijn teamgenoten. Het trainingsveld is omringd door verwoeste gebouwen. Een verdrietig gezicht, maar Kerem is vooral blij dat hij eindelijk weer tegen een bal aan kan trappen. Çok eğleniyoruz hocalarımızla. Eğlenceli antrenmanlarımız oluyor, zevkli. Op 6 februari van dit jaar veranderde het leven van miljoenen mensen in Turkije en Syrië voorgoed. Op die dag werd het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië getroffen door twee zware aardbevingen. De paniek was groot. En de schade was enorm. Veel mensen lagen nog te slapen op het moment van de eerste beving. Deprem gerçekten çok korkunçtu yani gerçekten her insanlar koşunca da yani Türkiye'nin en zor depreminden birini yaşadık. Çok zordu gerçekten yani. Ama çok şükür yani sağ çıktık. Hiçbir şeyimiz yok yani. Er waren heel veel slachtoffers. Meer dan 50.000 mensen kwamen om het leven. Benim arkadaşım Kahramanmaraş'ta yani hani deprem oldu ya o öldü Ola ablası. Nog steeds hebben bijna 3 miljoen mensen geen huis. Ze wonen in dit soort containers. Hayat normale dönüyor ama biz yaşadıklarımızı unutamıyoruz. Unutamıyorsun. Ze zullen hier nog wel een tijdje moeten blijven, want het gaat waarschijnlijk jaren duren voor ze weer een huis hebben. Zoals voor de aardbevingen wordt het hier sowieso nooit meer, want bijna iedereen is wel een dierbare verloren. Kerem ook. Benim için işte arkadaşlarım, dedem, nenem başta olmak üzere onları kaybettim. Onlar için oynuyoruz. Benim yani öyle aslında. Gelukkig kan hij dus weer voetballen. Dat helpt hem om de ellende te vergeten, al is het maar voor even. Futbol benim zaten neredeyse tek en çok mutlu olduğum şey futbol. Buraya geldiğimde bütün üzüldüğüm şeyleri unutuyorum.